Vandaag diende het kort geding tegen de krakers van het kantoorpand aan de Steenhouderskade. De eigenaar van het gebouw, Unie Invest uit Amsterdam, heeft het gebouw per 1 juli 2008 verhuurd aan de IBG-groep en eist dat de krakers het gebouw per direct verlaten. Om dat te kunnen doen zal er eerst door een aannemer die daarvoor is ingehuurd het nodige verbouwd moeten worden. En die aannemer heeft gezegd, ik moet op 5 mei beginnen, anders krijg je niet op tijd klaar. En dus heeft Unie Invest als verhuurder er belang bij dat die aannemer zo snel mogelijk kan beginnen. Daarvoor moeten de krakers eruit. En dat is eigenlijk de reden. Het kantoorgebouw aan de Steenhouderskade is in september gekraakt en wordt nu bewoond door 40 mensen. De bewoners claimen een overeenkomst te hebben over de bewoning van het pand. Er zijn afspraken gemaakt en ook mondelinge afspraken zijn volledig geldig. Het ging er alleen om deze afspraken schriftelijk vast te leggen. Daarover is gecorrespondeerd en uiteindelijk zijn er geen handtekeningen gezet. Maar de afspraken die er gemaakt zijn, die zijn gewoon mondeling gemaakt en die zijn dus gewoon geldig. Een getekende overeenkomst die wel is toegezonden is nooit terugontvangen. U heeft tijdens de zitting gehoord dat er op allerlei punten nog discussie was. En u heeft ook gehoord, en dat is de inzet van het kort geding nu, dat ze er niet vrijwillig uitgaan nu. Dus om dan te zeggen, we willen wel de lusten van een gebruiksovereenkomst, maar voor de lasten moet je niet bij ons zijn, zo werkt het niet. De bewoners hebben de onderhandelingen met Unie Invest niet zelf gevoerd. Deze zijn gedaan door Willem Bos en Christian van Dam van Rood en de Groningen Studentenbond. Hun rol in het geheel is Unie Invest niet duidelijk. Hun rol is heel erg onduidelijk. Vanaf het begin af aan zijn hun namen in e-mails terechtgekomen. Er zijn aan hun brieven gestuurd op het adres van het gekraakte pand. Die werden dan ook beantwoord. De afspraak bijvoorbeeld over de betaling van de door de krakers gebruikte energie. Die facturen gingen ook naar het gekraakte pand. En dat werd dan in ieder geval gedeeltelijk betaald. Allemaal ten name van die heren. Waarvan ik dus ter zitting begreep dat ze er helemaal niet wonen, nooit komen, nooit willen wonen en dat ze in een postkantoor wonen. Ja, dat wist ik niet, dus dat is erg onduidelijk. Dat levert geen verwarring op. Zij hebben gewoon zijn opgetreden als vertegenwoordigers van de bewoners. Nou ja, dat is helder als glas. De uitspraak van het kort geding is op 9 mei. Tot die tijd zitten de krakers in spanning. Ik weet het niet. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe het gaat worden. En gewoon blijven hopen en met elkaar blijven steunen, denk ik.